Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Jullie hebben een goudhaantje binnengehaald ook, hè? Ja, ik deed het meteen goed. Eén keer meegetraind en nou, dat is meteen belangrijk. Liep goed op de bal. Ik denk dat het natuurlijk redelijk gelukkig was dat hij daar terecht viel. Maar hij moet wel staan en dat deed hij goed, denk ik. Nou, absoluut. Maar had jij nog het idee dat er meer in zat dan een punt? Ja, het geloof heb je wel. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat er een 0-0 misschien ja, ook niet had misstaan. Alleen ja, je gaat nog wel gewoon voor die drie punten. En ik denk dat wij ietsjes betere kans hadden dan Heerenveen. En dan moet je iets een beetje geluk hebben om die 1-0 te maken. En dat hadden we uiteindelijk. Dus ja, mooi. Nou, dan is Heerenveen wel jullie ideale tegenstander ook gebleken dit seizoen. Ja, 6 punten. Want uitvonden jullie ook. Ja, nee, klopt. Ja, dat is belangrijk. Belangrijke punten vandaag. De aansluiting weer naar boven. En daar willen we staan. En het is belangrijk dat we deze drie punten pakken. Ja, zeker. Je bent trouwens man of the match geworden vandaag. Zo. Je staat ervan te kijken? Nou ja, normaal gesproken wordt het man of the match altijd degene die scoort. Tenminste, regelmatig. Dus, maar ik denk dat het veel duels heb moeten uitvechten. Het was een energieke wedstrijd, denk ik. En het was leuk om, denk ik, naar te kijken. Ik weet niet, ja, nou, wij zeiden maar inderdaad. Ja. Soms is het als het lang 0-0 staat, dan is het een beetje, dat kan het heel saai zijn. Maar Gert-Jan zei ook, het is geen onwil, ze willen inderdaad die energie. Precies. Ja, dat vond ik ook. En dat, zo voelde het ook wel op het veld. Wij hadden energie, Heerenveen had energie. Misschien de gelukkigste wint vandaag. Het was wel een hele intense wedstrijd. Ja, dat denk ik ook. Alleen, er worden wel heel veel fouten gemaakt. Heel veel balverlies. Ja, tuurlijk. Maar, slechte basis. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik vind dat je kan niet van ons verwachten of van Heerenveen verwachten dat we zomaar even tiki-taka Barcelona spelen, zeg maar. Dat is er niet. Maar regelmatig vind ik ook dat we goede aanvallen hebben. We hebben regelmatig met Sil een grote kans gehad en wat een geweldige aanval was. En zo zijn er nog wel meer dat ik denk van ja, het zit er zeker in. En dat het niet 90 minuten nog, dat we dat nog niet kunnen laten zien, dat is nou eenmaal zo. Maar daar willen we aan streven. Ik denk dat we het gewoon, zolang we deze energie erin houden, en dan denk ik dat er vanzelf een keer gaat komen, hoop ik. Hè. Nou ja, je denkt hier wat geluk af op die manier. Hè? En dat hadden we de eerste seizoen zo wat minder. En ik denk dat we dat vandaag zeker hebben gedaan. Ja. Nou, geniet ervan. Ja, dankjewel. Dank je.